Yo mensen, super dood, jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games. En in deze video, zoals je aan de titel en de thumbnail natuurlijk kan zien, is dat we in deze video mijn stats, mijn locker, al mijn skins laten zien natuurlijk die ik in Fortnite heb gehaald. De komende tijden natuurlijk zijn er super veel skins erbij gekomen. Mijn stats zijn van season 1 echt gegaan naar nu season 3. En waarom ik deze video eigenlijk wil maken is om even season 3 een soort van af te sluiten, jongens. Natuurlijk, ik neem deze video op 30 april. Natuurlijk de laatste dag van season 3 eigenlijk. En morgen zal dan season 4 beginnen. Dus je stats blijven natuurlijk gewoon. Maar je wins, of je levels, dat bedoelde ik, gaan natuurlijk weer helemaal weg. Dus ja, dit is al de tweede keer dat ik level 100 aan heb getikt. En ja, dat moeten we dus weer helemaal opnieuw gaan halen. Maar natuurlijk je stats blijven, dus die wil ik even gaan laten zien. En natuurlijk de skins die je allemaal hebt gekocht, slash gehaald, blijven natuurlijk ook. Dus die kunnen we ook even gaan laten zien. Natuurlijk wil ik het ook even een beetje hebben over natuurlijk de nieuwe Battle Pass die eraan komt. De nieuwe season 4 eigenlijk. Want er zijn natuurlijk zoveel geruchten gaande dat ik het niet eens meer weet. En niet eens meer weet wat ik moet geloven en wat niet. Het is helemaal een ding geworden nu. Ik weet het zelf ook niet. Er zijn natuurlijk geruchten gaande dat Tilted Towers weggaat door een gekke komeet of iets. En we weten niet eens of de komeet natuurlijk een komeet is. Die grote lichte bol zeg maar in de sky, dat kan natuurlijk ook een UFO zijn. Want we weten het niet. Natuurlijk vallen er wel gewoon kometen steeds op de map natuurlijk. En dat geeft wel een dingetje aan dat er een soort van kometenregen iets al gaande is. Maar ik weet het niet. Ik weet niet zeker of het een komeet is. We zien het allemaal. En er is ook een shit gaande dat niet Tilted Towers weggaat, maar dat een komeet op Dusty Depot komt. Dus zeg maar die drie hangars, dat die dan verdwijnen, die worden verwoest. En dat daar dan een vliegveld of zo komt. I don't know, we gaan het allemaal zien natuurlijk. Ik weet dus ook niet of morgen natuurlijk het al speelbaar is. Want de servers waren er ook vorige keer fucked up. Ik hoop dat ze dat wel hebben gefixt. Dat je wel gewoon gelijk online kan en niet nog een dag moet wachten. En natuurlijk de Season Pass. Het is ook niet zeker weten of de Season Pass legit morgen komt. Want de vorige keer zaten daar ook een paar dagen tussen voordat de Battle Pass uitgebracht werd. Maar misschien hebben ze er allemaal van geleerd. De servers en de makers natuurlijk, de Epic Games. Om het gewoon gelijk allemaal erop te gooien. I don't know wat er gaat gebeuren. Dat gaan we alleen morgen kunnen we dat gaan zien. Maar ja, nou daar hebben we dat even over gehad natuurlijk. Maar we gaan even naar mijn stats pagina toe. Nou, zoals je hier ziet zitten we op een site dat heet Fortnite Tracker. Voor als je het niet kent, hier kan je op iedereen zijn stats kan je zien. Ook die van jezelf natuurlijk. En voor de mensen die livestreamen, je kan ook een OBS dingetje met je wins en stats in je OBS gooien. Dus in je livestream. Dus nee, super top natuurlijk. Maar dit is natuurlijk een pagina waar je dus je stats kan zien van al de zeg maar solo's, duo's, squads kan je allemaal zien. Je ziet het trouwens ook hieronder trouwens. Dit is van de laatste 7 dagen. Dus de laatste week dat ik heb gespeeld heb ik een score van 73.206. Nou, dat is prima. Bijna 1000 kills. 920. 22 om precies te zijn. Een 5.33 KD. Daar ben ik wel trots op. Dus ik zeg je eerlijk. En een 24.8 win ratio. Win procent percentage. Dus ja, het is niet dat ik elk potje win. Het is ook niet dat. Ja, er zitten natuurlijk. Het is niet op zich. Het is gewoon prima. Weet je, dit is prima. 57 wins gehaald deze week. En ja, top 84. Ja, dit maakt niet zo heel veel uit. Nou, dan zitten we dus bij de lifetime stats. Dus dit zijn zeg maar de stats van alle tijd dat ik Fortnite heb gespeeld. Ik ben niet tevreden over mijn stats. Ik weet dat ik betere stats kan hebben. Maar hey, het is ook weer zo van, yo, het zijn maar stats, weet je. Het zegt natuurlijk niet eens hoe goed echt je. Het geeft natuurlijk wel een richting aan. Want stel, je hebt een 0.20 KD. No offense, maar dan hoor je niet echt bij de echt extreem goede mensen. Maar ja, ik heb niet zo'n. Ik vind persoonlijk dat mijn KD hoger kan. Bijvoorbeeld Season 3, dat is echt. Nu zeg maar dat ik echt goed speel, zie je al gelijk dat het 4.58, 4.48, 4.12 zit. Dat zit al een stuk hoger dan alle seasons bij elkaar. Season 1 en 2 was ik gewoon bouwd en ja, nu ben ik wel wat beter geworden. Maar we hebben dus een 3.58 KD in solo's. Dus dat is natuurlijk, ja, ik speel redelijk veel solo's. Ik heb ook 134 wins in solo's. Bijna 4,5 K kills, dus dat is ook wel lekker. 9.70 win percentage, dat is natuurlijk heel veel minder dan alles bij elkaar. Omdat solo's is zeg maar, de ene keer ga je echt pokken goed. Dan heb je echt een winstschiet van hier. Maar je moet alles natuurlijk zelf doen. Dus je kan niet gerevived worden. Dus het ligt puur aan jezelf. Dus ik ga soms best wel vaak dat. Nou, dat is gewoon ruk. Nou, 134 winst. Ja, zoveel top 10. Zoveel top 25. Je ziet wel dat ik gewoon
best wel redelijk vaak in de endgame ben gekomen. Dus dat is natuurlijk wel mooi. Nou, duo's hebben 3.42 KD. Prima. Winpercentage van 11. Zie je, dat is al wel iets hoger. Wel wat minder kills in solo's. Dus ja, wel rond diezelfde. Nou, iets meer wins natuurlijk. Dus ja, niet zo heel veel verschil tussen duo's en solo's. Squads. Ja, ik speel eigenlijk bijna niet echt squads. Heel af en toe. Maar dan zit ik niet volle tryhard modus. Maar het is meer van chillen met vrienden. Weet je, gewoon squads even doen. Omdat we met te veel zijn dan duo's, weet je wel. Dus ja, mijn KD is natuurlijk ook wat ja, hij is wel hoog, omdat ja, ik ga niet heel vaak dood in squads. Dus ja, winpercentage is redelijk hoog. Kills, nou, dit is allemaal gewoon, hier heb ik ook de meeste winst in met, ja, bijvoorbeeld de Solid Gold game modes, de Snipe Only game modes stelden ook allemaal mee, dus dan heb je wel wat meer winst hier. Nou, prima. Natuurlijk onze KD over alles, dus in het geheel is 3.62, dus dat is zeg maar je gemiddelde KD over alles, alle seasons. Dus hey, dit is zeg maar, hier moet je eigenlijk naar kijken. We hebben 4197 matches gespeeld. Dat is veel. De playing time is trouwens weggehaald, maar dat zal ook wel, I don't know hoeveel dagen dat zou zijn. Score is 1 miljoen. Dat houdt dus in dat we fucking hoog in de rankinglijst zitten, in de leaderboards van Nederland. Dus dat is chill. En we hebben natuurlijk in totaal 518 wins. Dus dat is ook zeker een mooi procentje om mee te nemen. En ja, kills. 13.318 kills. Dat is mooi. Winpercentage van 12. En dan gaan we nog even naar, ja, dit zijn eigenlijk mijn stats al. Dit was het. Maar laten we gewoon even naar leaderboards gaan. Dan kunnen we daar natuurlijk ook een beetje gaan checken. Nou, ik heb wel even PC gedaan, want ja, als ik me ga vergelijken met PS4. Ten eerste, op PS4 heb je veel meer mensen die veel meer wins hebben. Dus dat is wat minder. Want op PC ga je gewoon wat vaker dood. Nou, we selecteren even Nederland hier. Dan gaan we even kijken. Nederlands. Hoppa. Nou, dit is zeg maar de ranking, de leaderboard, top 100 van Nederland. Met winst. Dus categorie winst. Dus het gaat gewoon puur om je winst. Natuurlijk, Svenno staat pokkenhoog. Die staat echt 1000 wins gewoon boven de nummer 2. Dus ja, die kerel kan je echt niet meer inhalen. Nou, als we even wel gewoon naar beneden scrollen, zie je hier natuurlijk ergens ons staan op de 49ste plek. Met natuurlijk 518 wins. Dus dat is super dope. Je ziet gewoon dat, want kijk, ik heb nu PC gedaan. Als ik nu PS4 doe, even zie PlayStation. Even kijken, dat duurt even. Zie je al gelijk dat, ja, je hebt hier gewoon veel meer mensen die veel hogere winaantallen hebben. En er komt, ten eerste volgens mij heb je veel meer PS4 mensen die het spelen. En ten tweede, je haalt wel wat makkelijker wins op PS4. Dat is gewoon zo, want je hoeft minder snel te bouwen. Allemaal geruit met twee dagen. Die discussie gaat niet aan, maar het is wel zo. Maar we zijn in ieder geval op de 49ste plek, dacht ik. 49ste plek, nou dat is super dope. Nou, nu hebben we eigenlijk wel onze stats allemaal gehad. En nu gaan we eigenlijk in Fortnite springen. En dat is natuurlijk, ja, waar we onze pakjes gaan laten showen. Want ik heb, ja, mensen vragen van, yo, Dylan, laat eens even je locker zien in de chat. Meestal in de streams. Dus dan gaan we dat nu eens even bestuderen, jongens. Nou, gaan we eerst naar mijn pakjes. We beginnen gewoon bovenaan. Nou, ik heb zeg maar, ja, de Battle Hound. Ik vind deze persoonlijk het geld niet waard. Ik vind deze niet zo mooi. Nou, de Black Knight gebruik ik nooit meer. Gebruik ik ook niet meer. Deze heb ik laatst aangeschaft. De Dark Vanguard. En deze is wel echt, deze is wel dope. Ik vind die roze lichtjes heel erg ziek. Dus deze is super dope. Natuurlijk de Black of the Dark Voyager. Natuurlijk broer en zus, zou ik maar zeggen. Nou, de gratis skin voor Twitch Prime. Havoc skin. Nou, zo kunnen we elke skin wel langs gaan. Maar ik zal wel een beetje scrollen, kan je het hier zien. Ja, vooral de zeg maar de skins die ik het meeste gebruik is natuurlijk de Skeleton. De School Trooper. Die is best wel rare, want niemand gebruikt die eigenlijk. Natuurlijk de laatste Seal Sight. Die is ook laatst toegevoegd. Die gebruik ik ook vaak. De Brawler. En ja, natuurlijk de Bright Bomber. Die is ook wel chill om te gebruiken. En voor de rest, ja, John Wick. Deze twee. En dat is het eigenlijk wel. Heel af en toe nog de Raptor. Maar voor de rest heb ik niet echt skins wat ik aanraak. Bijvoorbeeld deze. Hartstikke leuk. Maar ik heb hem eigenlijk alleen gekocht voor de backpack. Hetzelfde voor deze. Ik vind hem wel vet. Ik vind hem niet lelijk. Maar het ging me puur om deze backpack. Want die ziet er gewoon dope uit. Nou, dan gaan we even naar mijn backpacks toe natuurlijk. Ja, deze. Dit vind ik wel een van de vettere backpacks. Die is natuurlijk met zo'n mooie, ja, wat is het? Space-achtig type. Iets beweegt natuurlijk. Nou, ja, deze vind ik persoonlijk heel erg kut spelen. Dus die gebruik ik nooit. Wings zijn natuurlijk chill. Deze vind ik dope passen. En natuurlijk, dit is gewoon, dit is de backpack. Gewoon roze. Dit is gewoon mannelijk as fuck. Dit is gewoon dope. Ja, en voor de rest, nou, laten we maar overgaan naar de pickaxes, jongens. Dit zijn dus de pickaxes die ik heb. Natuurlijk, hier heb ik ook wel een soort van categorie gemaakt met welke ik het meest gebruik. En dat is natuurlijk de Rainbow Smash, de Slurp, de Squawk, de Pick Squawk, Squawk, ik weet niet hoe je het zegt. En natuurlijk de Zeiss, de Reaper. Deze is best wel mensen. En de, oh ja, de Plunger natuurlijk ook. Die vind ik ook wel dope. En voor de rest zijn het niet echt dingen. Deze heb ik ooit eens een keer aangeschaft. En ja, stel dat ik zeg maar skins, je kon natuurlijk voor heel even skins inruilen. Dat heb ik ook gedaan trouwens. Daar heb ik echt geluk mee gehad.
Maar stel dat het komt erin en je hebt oneindige mogelijkheden van inruilen, zou ik zoveel shit wegdoen. Want natuurlijk, op dit moment is bijvoorbeeld deze rockster chick, sensitivity gaat even hoog. Bijvoorbeeld deze rockster chick, hartstikke leuk en aardig, maar ik gebruik dat ding nooit meer. Hetzelfde voor de beertje met Valentijn was natuurlijk super dope om te hebben, maar nu gebruik ik er gewoon helemaal niks meer. Doe ik daar eigenlijk gewoon helemaal niks meer mee. Dat heb ik ook bij de gliders natuurlijk. Ik gebruik de Space Shuttle, de Jolly Roger en deze het meest. Voor de rest, ja, deze af en toe ook bij de Bright Bomb. Maar voor de rest is het eigenlijk ook niet echt meer zo'n feest, zeg maar. Nou, al mijn dansjes hier natuurlijk. Oh. Ja, hier gebruik ik er best wel wat van. Gewoon de bovenste rij natuurlijk. En ja, deze emotes, ja, allemaal leuk en aardig. Deze wel leuk trouwens. Maar de slow clap, allemaal wel eens een keer gehaald. Ja, je doet er niet zoveel mee, man. Dat zeg ik je eerlijk. Ik raak er niet zoveel aan hier. Ik kies er altijd gewoon één. Nou, prima. En ja, voor de rest. Ja, ik heb niet echt meer. Dit is natuurlijk wat ik allemaal heb. En challenges, jongens. Ik heb echt geen één challenge aangeraakt. Ik was al level 100, dus ik heb allemaal niks meer aan die challenges. Geen idee of het blijft natuurlijk voor de volgende season. Want ik ben al level 100 en ik heb hier een paar challenges laten staan. Zodat die, ja, het is gewoon de tactic, jongens. Want als je, zeg maar, je levels zijn gereset, gooi even deze twee challenges erop, heb je toch weer 1000 XP erbij. Nou, dat is rond de 1,5-1 level of zo in het begin. Dus, hey, zijn toch weer even een leveltje omhoog. Maar jongens, dit was eigenlijk de locker die ik had. Dit zijn al mijn skills, al mijn stats die we eigenlijk hebben, ja, gehad. En voor de rest, ja, ik heb niet echt meer te vertellen. Mijn account level is trouwens 263, dus ik heb 2 keer level 100 gehaald en 1. Waarschijnlijk is die level in season 1 63 gehaald. En timeplate... Ja, dat kan ik dus alleen per categorie zien. Dus solo hebben we 78 uur. En in duo is 126 en squash nog meer. Ja, dat dacht ik al. Dus dat is ook wel een relatief lange tijd die we in Fortnite hebben gestoken. Maar natuurlijk, dit is eigenlijk wat ik wou zeggen. Natuurlijk gewoon even een soort update video'tje. En natuurlijk mijn locker en stats laten zien. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vergeet niet zeker dan een duimpje omhoog te doen. Dat zou ik super doof vinden. En vergeet niet zeker even te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik super doof vinden. En dan zeg ik tot de volgende video, jongens. En helaas, jongens. Morgen ben ik niet thuis. Legit wanneer waarschijnlijk de update uitkomt. Dus ik probeer in de avond nog live te gaan. Maar anders, ik heb werkelijk geen idee hoe ik het ga fixen. Dus hey, dat wordt wel een dingetje. Maar jongens, niet getreurd. Misschien in de avond ben ik nog live met de nieuwe season. Hopelijk zijn de servers überhaupt nog intact dan. Dat zullen we allemaal morgen zien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wens jullie nog een fijne dag. En dan zeg ik tot de volgende stream. Of video natuurlijk. Later mensen.